Het is 11:55 voor zwembad De Lubbert in Groesbeek. Op 1 januari 2026 moet het zwembad haar deuren sluiten, omdat het pand inmiddels flink gedateerd is. Of er een nieuw zwembad komt, is nog maar de vraag. Reden voor betrokkenen om een actiedag te organiseren, want Groesbeek kan niet zonder een zwembad. Actiedag Red het zwembad voor geopend verklaren. Super! Twaalf uur lang zwemmen de inwoners van de gemeente Bergendal een estafettenmarathon. Met als boodschap: red het zwembad. Het zwembad is bijna 50 jaar oud en moet 1 januari 2026 de deuren sluiten. Maar als het aan de inwoners ligt, is het noodzakelijk om een zwembad te hebben in de gemeente. En niet alleen voor de ABC-lessen. Het is ook voor de ouderen die hier voor hun sociaal contactmomentje komen, maar ook voor baantjes trekken. Plurijn is ook een gebruikersgroep die gebruik maakt van deze accommodatie en ook best wel wat uren heeft. Dan zijn er ook nog mensen die gewoon hier moeten revalideren in het zwembad, dat dat beste werkt. Ja, en dan natuurlijk niet te vergeten, onze zwemvereniging maakt hier ook gebruik van. Een renovatie of nieuwbouwzwembad kost miljoenen. Daarom is het voor de gemeente een moeilijk besluit. De raad moet een keuze maken tussen verschillende projecten. De gemeente Bergendal heeft er geld voor, maar de vraag is of we er geld voor over hebben. Hè. Ik bedoel, er zijn meerdere projecten die eraan zitten te komen, meerdere keuzes die gemaakt moeten worden. De vraag is, waar gaan we ons hard voor maken? Hè, welke gemeente wil je uiteindelijk zijn? Die discussie die gaan we de komende maanden voeren, samen met de raad, van waar willen we onze inwoners mee van dienst zijn? En wat moeten we ze dan aan faciliteiten kunnen bieden? De totale afstand die de inwoners in 12 uur zwemmen wordt overhandigd aan de gemeenteraad. Met een duidelijke boodschap: laat het zwembad niet verdwijnen. Ja, red het zwembad gewoon puur om een zwembad te behouden in ons dorp. Want anders hebben we niks, dan moeten we heel ver gaan uitwijken. Ja, waar ga je dan naartoe? Er zijn genoeg mensen die redden het gewoon niet om naar Nijmegen te gaan of een andere kant op. En ook voor de jonge zwemmers, ja, dan wordt het gewoon wat moeilijker. Ik vind bewegen en elkaar ontmoeten heel belangrijk. En ik vind dat we ons uiterste best moeten doen om het geld te zoeken. Om creatief te zijn met onze middelen. Dus je kunt ze maar één keer inzetten. Maar ik vind het wel belangrijk dat we gaan voor de opgaves waar we nu voor staan. En dat we daar de raad een goede keuze voor gaan leggen.